telefoon staat nog steeds aan. En mijn computer is nog steeds bezig met dingen ordenen, om zo te zeggen. En ik ben natuurlijk even lekker bij supermarkt geweest. En deze is ongelooflijk zo lekker. Sinaasappel uit de supermarkt. Verse kan ook wel. Super tof dat je kijkt naar een gloedeel vlog. Mijn naam is Sander, zoals iedereen weet. Ik ga klaarmaken om lekker richting werk te gaan, want ik ga vandaag lekker werken. Het is nu 6:30 alweer, bijna. Volgens mij. Bijna, ja. En dan ga ik klaarmaken om lekker richting werk te gaan. Ik hoorde dat het mistig is. Inderdaad, buiten is het ongelooflijk mistig. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Echt niet te zien gewoon. En ik ga nu maar lekker laatste slokje koffie drinken en dan klaarmaken richting mijn werk. Dus laten we dat klaar voor maken. Ik zat lekker toevallig, lekker heerlijk de was op te hangen. Ik zit te denken, weet je, ik denk dat vast wel iedereen wel iets hekel aan heeft. Nou, huishouding dingen bijvoorbeeld. Noem maar allemaal op. Zoals was schoonmaken, stofzuigen of dweilen. Dan zit ik te denken, wat zouden jullie eigenlijk alle irritantste... Welke vervelende huishouding dingen zouden jullie vervelend vinden? Is het de afwas, of is het stofvuigen of dweilen, noem maar op. Ben ik heel erg nieuwsgierig naar ineens in deze bedenken. Laat even weten in de reactie. En maar, laat ook natuurlijk weten wat jullie al het leukste vindt. Ik vind af en toe, ja, soms bij mij verschilt het eigenlijk per dag. Soms heb ik wel zin in en soms niet. Maar ja, wat ik ook toevallig ga doen, is wat ik mee bezig ben, is eigenlijk 1. Stiefvader, dat op mijn computer gezet, dat hij zo op praat, dat juist de hele computer schoonmaakt. Dat heb ik nu even aangezet, want mijn computer zit bom vol. Dus ik dacht, ga ik dat even aanzetten. De tussentijd ga ik nu even scheren. Moet ook even gebeuren. En Gaia zit me aan het kijken. Wat ben je aan het doen? Want hij zit letterlijk daar te kijken. Gaia, kijk maar. Hier zie je hem zitten. Geweldig. Echt een boefje is het ook gewoon. Hé Gaia. Die zit lekker op gemak op de bank. Lekker te relaxen. Hij doet het elke dag natuurlijk. Lekker relaxen, hè, jongen. En tussentijd zit ik te kijken hoe ik de was doe allemaal. Ik heb de laatste was in zitten. De rest is niet per se vandaag nodig. Ik heb wel wat was in zitten. Maar het is niet letterlijk eigenlijk nu nodig. Dus, maar ja, wat ik nu ga doen is even lekker scheren. Dat ziet er weer lekker fresh uit. Oh, heerlijk is het. Oh, zo. Dat is allemaal lekker eraf. Oh, dat is voor even lekker fijn. Lekker glad. Klinkt wel heel raar, maar oké. Ik ga alleen wachten, want de wasje nog. Die moet nog een uur en 52 minuten in de wasmachine. Dan ga ik er even sowieso op wachten en dan ga ik dat ook ophangen. En dan ga ik zo meteen een uur of 3 ga ik even een boodschapje doen voor bovengoed. En zie ik nou bekend iemand aankomen. Voor mij is een bekend iemand. Die laat ze nou. Oh ja, 3 uur. Dus, oh, diegene is er al. En misschien, oh ja, het is bijna 3 uur. Zo. Hallo. Sander, word wakker. En het zegt niet dat het aan de regen gaat, hè. Ik zie druppels op mijn ramen zitten. Dan word ik dan even niet vrolijk, Winnie. De telefoon staat nog steeds aan.
En mijn computer is nog steeds bezig met dingen ordenen, om zo te zeggen. En ik ben natuurlijk even lekker bij supermarkt geweest. En deze is ongelooflijk zo lekker. Sinaasappel uit de supermarkt. Verse kan ook wel lekker zijn. Maar ik dacht, ik moet dat weer even halen. Want ik vond het gisteren zo lekker dat ik, voor mij gisteren of eergisteren, een van de twee, dat weet ik niet meer. Toen heb ik dat ook al gehaald. En wat is het trouwens snel donker aan het worden. Nu al is het een beetje al donker aan het worden. Lampjes staan al aan. En daarom moet ik even een vlogje opnemen voor iemand wat anders. Maar dan gaat het via de telefoon. Dan ga je binnenkort al zien hoe en wat. En laat me, als zo ver is dat het online staat, hou mijn stories dan in de gaten van YouTube. En dan kan jullie het allemaal op YouTube, bedoel Instagram, bedoel ik te zeggen. Kan jij ze termijn omdat je eten wilt, maar meestal geef ik om 5 uur eten. En het is nog steeds geen 5 uur, dus krijg ik die zo meteen eten. En ik ga eerst even lekker van deze zuurdranders genieten. En lekker muziekje luisteren en wachten tot die video aan ordenen helemaal klaar is. Want hij geeft aan dat resterende tijd een dag duurt. Dat duurt de wedstrijd ongelooflijk lang. En dat was kan je niet iedereen. Jullie horen waarschijnlijk die jullie horen. Dus ja, kom maar. Kom eens. Nee? Oh. Wil je niet bij mijn schoot, kan je? Hey. Kom eens. Hij zit helemaal naar de camera nu te kijken. Dat doe ik al heel vaak. Dus ik ben er gewend aan. Dan kan je natuurlijk. Je staat helemaal verbaasd te kijken. Met grote ogen. Van wat ben jij aan het doen? Kom eens nou eens, jongens. Zo, kijk. Hey. Grote vriend van me. Hey. Hey, boef. Die vindt hij zo lekker, hè? Of zo. Zie hem kijken dan. Hey, boef. Hey. Ze zit helemaal naar de camera te kijken, hè, boefje. Mijn grote vriend, hè. Ja, je krijgt zo eten, ja? Over een kwartiertje. Beloofd. Goed. En hij zit helemaal weer te spinnen, die Ganja. Hij doet altijd met zijn kopje, hè. Wow. Vind je dat lekker, jongen? Hè? Ja, yeah. Even lekker groeien bij je vaasje. Maar irritant. Ik krijg allemaal haren van je, Ganja. Zo. Dat is niet echt pijn. Fijn. Maar ja, gaan we dadelijk even maar naar de groep toe. Gaan we lekker eten. Wat gaan we eten? Broccol? Minstens wat ga ik eten? Jullie gaan wat anders natuurlijk eten. Laat even weten in de reactie wat jullie lekkerste eten is trouwens. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Mij maakt echt helemaal niks uit. Ik lust bijna alles. En ik had pas geleden nog een super lekker eten gehad. En dat is... Nou, ik ben het weer kwijt. Breischotel als ik goed heb. Nee. Maar dat was, laten we het zo zeggen, dat was ongelooflijk lekker. Als ik het recept weer weet aan mijn hoofd, laat ik jullie wel weten. Want dat was ongelooflijk lekker. Ik ga bijna een keer, ga ik ook een keer even bij de groep doen. Om die te laten eten. Mm. Altijd als ik even weg ben, komt die Ganja, gaat altijd op mijn plek zitten. Altijd. Ganja, waarom ga jij op mijn plekje zitten? Hé, hey, boef. Je bent een boef. Ga eens eraf. Ik zit dan heerlijk op die stoel. En dan denk ik, ah, ik kan lekker op mijn stoel zitten. Dan zie ik, kan jij er op die stoel zitten? Nou. Want ik kom net al van de groep vandaan. Lekker gegeten. Oh, lekker gegeten heb ik, jongens. Echt heerlijk. Maar ja, dadelijk ook op een gelijk moment. Komt eerder. Nu ga ik even lekker dan de wachten erop. En lekker wachten op mijn video's. Die nu 15% is. En dag nog moet wachten. Die is nog steeds bezig.
Ik denk dat ik op het moment gewoon even afsluit. Want dit duurt voor mij te lang. Ik begin al een beetje in te kakken en het lukt helemaal niet met de computer. Maar ik ga dadelijk nog één keer proberen. Want ik ga toch lekker nu mijn bedje induiken. Want ik ben echt dood moe. En ik zie iemand vertrekken. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga nu in ieder geval even lekker een gordijn dicht doen. En lekker bedje opzoeken en lekker slapen. Dus laten we dat even klaarmaken. Dus de radio dadelijk uit doen. En dan lekker mijn bedje. Al heerlijk lekker radiootje aan bij mijn bed. En dan ga ik lekker slapen. Dus wat ik eigenlijk tegen jullie wil zeggen nogmaals. Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Of zou het zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon een hele vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij later. Maar ik heb in ieder geval 5 jaar geleden. Ik vertrouw hem gewoon erin. En dan kan ik hem gewoon terugkrijgen. En vroeger van Sander zou ik 5 euro geven. De details ga ik niet vertellen wat aan de hand is dus met hem. Ik vind hem gewoon privé leuk. En ja, dat heb je gewoon.